Abe Jones en Gardelito Hewaki zijn vandaag door president Desi Bouterse beëdigd tot ambassadeur. Jones is de residerend ambassadeur van de Coöperatieve Republiek Guyana en Hewaki wordt de niet-residerend ambassadeur van de Republiek Servië. De president gaf de nieuwe ambassadeurs mee dat zij de diplomatieke banden verder moeten intensiveren om de ontwikkelingsdoelen van ons land te bereiken. Van u wordt verwacht dat u de belangen van de Republiek Suriname en haar burgers in het buitenland in de ruimste zin des woords zal behartigen. Hierbij dient u bijzondere aandacht te besteden aan het initiëren en opvolgen van activiteiten die mede tot doel hebben buitenlandse investeringen aan te trekken die kunnen bijdragen aan het realiseren van de nationale ontwikkelingsdoelen. Voorts zult u ook aandacht besteden aan het betrekken van Surinamers in de diaspora bij de nationale ontwikkeling, alsmede bij het gericht profileren van Suriname als unieke toeristische destinatie. Daarbij het accent leggend op onze culturele diversiteit, religieuze tolerantie en de rijke biodiversiteit als gevolg van onze status als bosrijkste land ter wereld. De ambassadeurs hebben beloofd zich ten volle te zullen inzetten. Ze gaan in op de vraag waarvoor zij zich sterk zullen maken. In het kader van economische diplomatie en culturele diplomatie, waarbij we vanuit onze positie waar we zitten, het land van waaruit we zitten, we alles eraan zullen doen om ervoor te zorgen dat er een bijdrage wordt geleverd aan die verdere ontwikkeling van Suriname. Mooier nog gezegd, op basis van mutual benefit en mutual respect moeten we de mogelijkheden in Guyana, in mijn geval en voor Gardelito in zijn geval Servië, aangrijpen ter ondersteuning van die ontwikkelingsvisie en ontwikkelingsrichting waar die regering naartoe wil. Dus dat is eigenlijk onze main focus. Het gaat om mutual benefit natuurlijk, maar achter de schermen was ik onder andere ook al bezig met een stukje van onderwijs. Zoals u weet zijn er 15 studenten al in Servië die voor medische studie daar heen zijn. Maar natuurlijk ook voor meer mogelijkheden als ICT, dus de landbouwsector en handel, daar moeten we naar kijken, want we hebben daar ook een markt van 11 plus miljoen mensen. Dus vanuit Suriname zouden wij ook daarin invulling kunnen geven. Dus dat is zo even met een nutshell waar ik zeker de nadruk op zal leggen. Abe Jones en Gardelito Hewaki, die vandaag door president Desi Bouterse zijn beëdigd tot respectievelijk ambassadeur van de Coöperatieve Republiek Guyana en de Republiek Servië.